Je kijkt naar het weersjournaal van Weerplaza. Er ligt vrij veel bewolking boven Nederland en ook net ten noorden van ons land liggen die wolken nog. De wind is noordelijk, dus dat betekent dat we er nog even mee te maken hebben. Maar in de loop van de ochtend begint het op de Wadden wat op te klaren. Uit het wolkendek kan overigens hier en daar nog een lichte drup motregen vallen. Maar vanmiddag is het droog en breidt de zonnige periode zich over het land uit. Het duurt wel tot tegen de avond voordat die opklaring ook Limburg bereiken. Het wordt 12 tot maximaal 15 graden. De wind waait uit het noordelijke richting en is matig tot krachtig. Vanavond breidde de opklaring zich verder uit. Het wordt helder en dat betekent dat het komende nacht flink koud kan worden. Lokaal koelt het af tot dicht bij het vriespunt met kans op vorst aan de grond. Maar morgen overdag loopt het kwik weer op. Het wordt 11 tot 13 graden. Eerst is er vrij veel zon. In de loop van de dag komen er weer wat meer wolken. De wind is wat gematigd: matig uit noordwest tot noord. Dan gaan we naar de woensdag, donderdag en de vrijdag. Woensdag is het nog fris. 11 tot maximaal 15 graden. Met wat zon, maar ook met wolkenvelden. Donderdag en vrijdag wordt het warmer. Dan kan het lokaal 20 graden worden. En dan zien we de zon. Er is ook wel bewolking. En in de loop van donderdag neemt de kans op een bui toe. Bij Marco Verhoef van weerplaza.nl